de voorwaarden waaraan een liedje moet voldoen om goed te zijn bij Martine Bijl? Nou, de allerbelangrijkste voorwaarde is de tekst. Die moet wel verschrikkelijk goed zijn. Beter dan de muziek? Belangrijker dan de muziek? Ik vind het fijn als de muziek ook goed is, maar als je een heel goed muziekje hebt en je hebt er een bla-bla tekst bij, dan kun je het muziekje net zo goed niet hebben. En als je een hele goede tekst hebt waarbij het muziekje iets minder is, dan is dat niet zo erg. Wat is een bla-bla tekst? Nou ja, van ik hou van jou en ik blijf je trouw en eeuwig jou en zo. Ik meen te weten dat je veel liedjes zingt vertaald uit het Frans. Ja. Hoe komt dat? Nou, ik ben altijd, ik wil niet zeggen ik ben francofiel, want dat vind ik een naar woord, maar ik hou wel erg veel van de Franse taal en ik hou ook erg veel van de chanson. Uh-huh. En ik heb dus vroeger al heel veel platen gekocht van Franse lieden die mooie liedjes zongen. En toen ben ik zo op een gegeven moment, toen ik dus voor mezelf begon te zingen, wat al natuurlijk een hele tijd geleden is toen ik een gitaar had, toen ben ik daar een beetje op gaan letten, heb ik daar liedjes uitgekozen. Uh-huh. En later, toen heb ik het genre voor mezelf zo'n beetje aangehouden en het is laten vertalen. Hoe belangrijk is dat voor Martine Bijl? Heel, heel erg belangrijk. Gewoon voor mezelf, vind ik fijn. Uh-huh. En ik veronderstel dat je de eerste keer er ook voor betaald werd, zoals nu. Wat een effect maakte dat op jou? Nou, geweldig. Ik was in alle staten, want ik weet nog wel, ik had een eerste televisieprogrammaatje in Holland, in een hoetenanny, en ik moest twee liedjes zingen. En ik kreeg 100 gulden en ik was helemaal kapot ervan, want ik dacht dat ik een tientje zou krijgen of zo, maar het was geweldig. Ik kan betaald worden op de koop toe. En wat heb je met dat geld gedaan, dat eerste geld? Heb ik ogenblikkelijk uitgegeven. Aan precies hetzelfde waar ik het nu ook nog aan, altijd naar geef, kleren en platen en schoenen en dingen en zo. En wat zegt de mama? Dat vindt mama helemaal niet leuk. Mama wil dat het op de bank gaat. Ik leer het, nou, ik zei het ook wel gelijk natuurlijk, ja, als ik een beetje meer ga verdienen moet ik het op de bank zetten. Maar ik ga dus ook een klein bankrekeningetje openen en zo, voor later.